In de stad Amsterdam. Dus je bent al aan het presenteren, hè? Nee, jij bent niet aan het presenteren, jij bent aan het voorbereiden. Dus wereldwijd tot buurt gericht. Ja, dat is mooi. Welkom in de Jordaan. Hey, Geuzeveld. Hey, welkom in Osdorp. Welkom in Zuidoost. Hallo, mijn naam is Rens van der Linden en ik woon hier al een dikke 19 jaar hier in de Indische buurt. Ik kom vooral bezig met vergroening. In mijn tuin, op mijn plein en in de hele buurt. En daarvoor heb ik een netwerk Groene Buur Indische Buurt. En nu ben ik een film aan het maken over wat er nog allemaal meer en beter kan. Daarom zien de mensen me vaak rondlopen met mijn camera hier in de buurt. Buurt, tuin voor de deur. Lekker groen, lekker gevarieerd. Nou, we hebben al wat dingen bereikt. Hartstikke veel nieuwe geveltuin hier in de buurt. Dus, extra groen blijvende bomen op het Markasterplein. Maar vandaag gaan we eens kijken naar de ingang van het Flevopark. Want we hebben begrepen dat ze daar bomen willen kappen voor een nieuwe hellingbaan. En ik vraag me af of dat niet anders kan. Even kijken. Daar is gepland om 10 bomen te kappen voor een nieuwe hellingbaan. We gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet en of er geen alternatief is. Spel spelen, druk op de knop van de middelste paal. Nou, dit staat nu op het javaplantsoen. Dit is de plek waar de nieuwe hellingbaan plannen. Voor mensen die slechterbeen zijn. Maar het gekke is, er ligt al een hellingbaan. Maar die schijnt te steil te zijn. Dit is die bestaande hellingbaan en de trap en die wordt dan een beetje platter gemaakt, een langzaam aantrap. En dan hebben ze het idee om hier 4 meter breed een nieuwe hellingbaan te maken. En daar moeten dan wat bomen voor verdwijnen, want die hellingbaan gaat hier ergens erin. Nou, we zullen eens kijken. Hoeveel bomen we hier hebben. Kijk, hier begint het. Deze twee moeten weg. 1, 2. En dan deze hele grote beuk. Die staat er al heel wat jaren. Die schijnt ook weg te moeten. Dat is nummer 3. Ja, deze is nummer 4. Deze boom moet daar ook voor weg. De jongere boom. Dat is nummer 5. En als je kijkt, dan zie je heel vlak bij de weg, het fietspad. Deze mooie boom moet dan ook op een manier weg. Nummer 6. Deze ook, kijk, heeft ook zo'n stuk. Ook een grote boom. Nou, dan wordt het lawaai hier van het tram natuurlijk een stuk groter. Moet je eens kijken hier, dat zijn echt halfvolwassen bomen. Dat is nummer 7. Die moet volgens mij ook weg. Kijk, deze 3 grote bomen. Vlak bij de weg, vlak bij het fietspad. Die moeten weg. Dat wordt een hele kaalslag. Kijk, hier willen ze de toegang tot het Flevopark verbeteren. Ja. Toen zeiden ze, ja, dat kost maar 2 kleine boompjes en die kunnen we altijd opnieuw planten. Maar als dat dan eenmaal doorgaat, blijkt opeens dat er steeds meer nieuwe vergunningen voor kap aangevraagd worden. Ja. En nu komt er op neer dat ze hier die 10 bomen die oranje stip hebben. Ja. Waar nog niks besloten is dat ze die willen kappen. En wij vragen ons af of er niet een alternatief is waarbij ook deze bomen behouden kunnen worden. Ja. En daar gaan we ons voor inzetten. Dus we gaan het gesprek nog aan met de gemeente. Maar als er ergens rode stip op staat, dan kies ik het ergste en dan is het proces al vaak ver gevorderd. Verder staat in het midden in die streep. En waarom niet uit het midden? Als je kan ook helemaal aan de zijkant, maar dan moet je 2 leuningen maken. Misschien bij de. Dat zou misschien wel kunnen bij de volgende baan, die zeg maar. En Wendela, goed overleg gehad. Het teleurgesteld. Oké. Nou, gewoon keihard vast aan hun plannen. Hier zijn we weer. Net terug. Een overleg op het stadsdeel over de plannen.
hellingbaan gedoe, de bomen moeten verdwijnen. Nu blijkt dat het oorspronkelijke plan al iets aangepast te zijn. Maar er moeten nog steeds 10 bomen verdwijnen. Goedemorgen, Ahmed. Goedemorgen, Rens. Nou heeft het Stadsdeel een nieuw plan gemaakt. Ja. Om een nieuwe hellingbaan te maken die dan helemaal deze kant komt. Maar wij hebben daar problemen mee, want dan moeten al deze bomen weg. En wij vragen ons af of dat echt nodig is of dat er ook andere alternatieven zijn. Waarom kan dat gewoon niet hier? Overzichtelijk. Kijk, dat mensen daar tussen die bomen daar gaan lopen of rijden. Ja. Vooral voor de minder validen. Nou ja, tussen de bomen. Voel je niet zo prettig? Nee. Oké. Okay. Gewoon hier. Deze kan makkelijk gewoon aangepast worden. Gewoon hier. Breder gemaakt worden. Ja. Waarom kan dat niet gewoon dit stukje gewoon eraf? En dan rechtdoor? Breder. Breder, oké. Okay. Breder. En een beetje gewoon verhogen. Oké. Okay. Niet zo steil. Oké. Hier is gewoon korter, is overzichtelijk, veilig, ook een bekende route. Ja, oké. Okay. Ze slaan gewoon helemaal omheen. Nou ja, zij maken gewoon voor de mensen gewoon nog moeilijker. Maar wist u dat ze hiermee bezig waren of niet? Nee, ik zelf niet. Is voor u nieuw? Ik zelf niet. Oké. Okay. Anders had ik wel mijn mening gewoon doorgegeven. Oké, okay, nou, dan geven wij die nou gewoon door. Nou ja, geef maar gewoon door deze. Hier moeten ze gewoon wat aan doen. En niet daar. Nou, dat was de bedoeling. Nou, dank je. Hartelijk dank. Ja. En was kort, maar krachtig. Nou, geef maar door. Tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Ja, tegen dit soort problemen van bomenkap loop je dan tegenaan. Terwijl je eigenlijk bezig wil houden met meer groen maken in de buurt op een creatieve, innovatieve manier. Maar er verdwijnt helaas meer groen dan erbij komt. Dus we kunnen dit niet zomaar laten schieten. Maar liever willen we nieuwe groene initiatieven opzetten en stimuleren. Zoals bijvoorbeeld een buurtgeveltuin, lantaarnpalen, groene lantaarnpalen, noem maar op. Kijk, daar gaan de plannen.